Welkom bij Drimmelen Politiek, weer vanuit de raadzaal in het gemeentehuis in Maden, waar een opinieronde gehouden wordt, waarbij raadsleden hun mening kunnen uiten, met elkaar wisselen over bepaalde agendapunten. Nou, er staan vandaag twee grote agendapunten op de rol en die ga ik straks aan twee gasten vragen wat zij ervan vinden. Twee agendapunten, zei ik net al. En we heten welkom onze eerste gast van GroenDrimmelen, VP D66. Mag ik Riekes zeggen? Ja, Hoor jij maar gewoon Riekes zeggen. Ja. Het eerste agendapunt is, en ik kijk stiekem eventjes, het raadsvoorstel dorpsvisie Lage Zwaluwe. Wat is nou een dorpsvisie? De dorpsvisie, dat betekent dat samen met inwoners is gekeken van hoe willen de inwoners dat Lage Zwaluwe er in 2040 uitziet. Wat voor voorzieningen zijn er? Hoeveel woningen zijn er? Waar kun je sporten? Al dat soort zaken. Dat staat in die dorpsvisie. Ook van wegen en groen, ook wegen, alles? Ja, wegen, groen, recreatie en al dat soort voorzieningen. Dat is toch gigantisch dan? Want iedereen heeft natuurlijk zijn eigen mening. Hoe doe je dat dan? Iedereen heeft zijn eigen mening. En ze hebben een enquête gehouden, daar zijn ze mee begonnen. Oh, dat is al geweest? Ja, ze hebben eerst een enquête gehouden. Toen zijn er oproepen geweest om zich te melden voor een aantal bijeenkomsten waar ze een aantal thema's hebben behandeld. Ja. Dus echt belangrijke onderwerpen. Wie heeft dat gedaan? Dat is vanuit de gemeente gedaan en vanuit het begeleidend bureau. Ik weet niet hoe dat bureau heet, maar dat vind ik ook niet belangrijk. Nee. Maar ze hebben daar gekeken van wat zijn de thema's die uit die enquête komen. Nou, dat zijn, uit mijn hoofd gezegd, zijn wonen, verkeer en voorzieningen. En altijd de echt de belangrijkste zaken die ze daar hebben gehoord. Hoe is zijn opkomst? Zijn jullie daar tevreden over als GroenDrimmelen? Wat ik gehoord heb, zijn daar redelijk wat mensen opgekomen. Ja. Bij die bijeenkomsten, maar wat je uit de geluiden verder hoort uit het dorp, nou, nu die visie er ligt, blijkt dat er toch een aantal mensen het gemist hebben. Ja, ja. Nou, ook al heeft de gemeente er heel erg zijn best gedaan om iedereen te bereiken, toch zijn er altijd groepen mensen die je dus blijkbaar niet bereikt. Nou ja, en dan proberen we toch, hè, we met elkaar. Dan proberen we inderdaad die mensen toch de gelegenheid te geven om ook nog hun zegje te doen, zoals vanavond bij deze opinieronde. Ja. Zijn er een elftal insprekers. Oh, dat is best veel. Die ons wat komen vertellen wat zij van die visie vinden. Want die dorpsvisie is al heel lang geleden, is dat ooit gestart, dat toen weer veranderd en zo. Dat duurt toch best wel een tijdje voordat dat helemaal rond is. Ja, dat duurt wel eventjes, maar vorig jaar zijn ze daar, zeg maar, rond de zomer zijn ze gestart met een plan van aanpak. Na de zomer hebben ze die enquête gehouden. Ja. Vervolgens in het najaar, dus november, december, zijn er een tweetal bijeenkomsten geweest waar ze die thema's besproken hebben. Dat is vervolgens vertaald, zeg maar, naar een conceptvisie. Oh, ja. Die is in februari gepresenteerd aan de inwoners. En dat stuk krijgen wij. Het is een heel traject, altijd een beetje hetzelfde traject om zoiets door te gaan. Het is wel zo'n beetje een standaard traject wat je doorloopt. Want het is een raadsvoorstel, maar we zitten nu in de opinieronde. Dus er wordt van de gemeenteraadsleden verwacht dat ze hun mening geven over het raadsvoorstel. Ja. En wie heeft dat raadsvoorstel dan gemaakt? Dat raadsvoorstel is gewoon uit de organisatie gekomen. De betreffende wethouder met zijn... Ja, de ambtelijke organisatie en het college heeft dat raadsvoorstel vastgesteld. Ja. En daarmee ook het document zoals het is opgesteld, uiteindelijk aan ons voorgelegd. Mm-mm. En daar mogen wij nou wat over zeggen. Ja, dan kom ik daar straks even op terug. Want nu we het er toch over... Hoe gaat dat dan verder? Hè? Jullie gaan daar straks je mening over geven. En dan gaan ze wel of niet aanpassen. Maar het moet nog een keer afgetikt worden als raadstuk? Of is het iets wat de wethouder zelf mag uitvoeren? Nou, het is de bedoeling dat uiteindelijk wij in 27 juni die dorpsvisie, zeg maar, vaststellen. In de raadsvergadering gaan wij die dorpsvisie vaststellen. En aan de hand van dat document gaat het college, zeg maar, een uitvoeringsprogramma maken. Ja. En de bedoeling is wel dat uitwerkingsprogramma dat gemaakt wordt in samenspraak ook weer met de inwoners van het dorp. Dus dan gaan ze op een gegeven moment wel starten en dan is er nog steeds toezicht, inspraak enzovoort. Ja, want deze visie wordt straks vertaald in een omgevingsvisie, dus dat is, zeg maar, een ruimtelijk plan. Stop, omgevingsvisie, wat is dat? Geen niks.
Nee, nou ja, we hebben dus één, uiteindelijk in het kader van de omgevingswet moet je zeg maar dit beleid ook vertalen mm-hmm. in zeg maar ruimtelijk beleid, om het maar zo te zeggen. Wet, dus hè? Ja, het is een nieuwe wet, die is 1 januari ingegaan. En dan moet de gemeente een omgevingsvisie, zoals dat heet, mm-hmm. opstellen. En daarin wordt zeg maar de huidige visie, zoals wij die nog gaan vaststellen, wordt daarin vastgelegd. Okay. Met al zijn ruimtelijke consequenties die daarin zitten. Nou, en daar zit nogal, daar zit wel zeg maar ook een inspraakprocedure aan vast. Mm-hmm. En dan moet, het is een heel proces, hè, voordat er wat gaat gebeuren, voordat de schop in de grond gaat, bij wijze van spreken. Ja, dan moet je wel vanuit gaan dat dat nog 1 of 2 jaar duurt. Ja, dat ik durf dat niet te zeggen, maar ik ben daar ook wel een beetje bang voor. En hoe denken jullie als partij daar verder over? Nou, je zegt al, hè, of tenminste we hebben het al gezegd, zo van deze visie is een visie van met name de inwoners. En dan vind ik het wel heel erg moeilijk om dan te zeggen van nou, wij gaan daar iets van afwijken. Er zijn een paar dingen die zijn niet overgenomen in de uiteindelijke visie. En dat snappen wij ook. Dat gaat met name om de keuze van een paar woonlocaties. Mm-hmm. Waarvan gezegd is van dat kan niet. Nee. Om meerdere redenen. Onder andere dat het waterschap ervoor gaat liggen. Of dat de provincie zegt van dat mag niet. Ja. En er is ook nog één gebied, de Zwingel. Het bedrijventerrein, de Zwingel. Ja. Waar sommigen zeggen van er zouden op termijn ook woningen moeten kunnen komen. Nou, die ondernemers, die moet je niet in onzekerheid laten. Dus dat nog maar eventjes zitten zoals het is. En wat is het leukste wat er gaat gebeuren, zou kunnen gaan gebeuren in die visie? Nou, het mooiste wat er eigenlijk zou kunnen gaan gebeuren is dat er eindelijk een keer in het centrum, dus daar waar nu de winkelstrip is, dat daar een ontwikkeling plaatsvindt. Dat daar een ontmoetingsplaats plaatskomt voor de kern, zeg maar. Nou, en is dat ook wat jullie partij voorstaat? Ja, daar zijn we echt wel voorstander van. Want eigenlijk heeft Zwaluwe momenteel geen hart. En dat gun ik alle inwoners van Lage Zwaluwe. Ik mag geen mening hebben, maar ik ben het wel met je eens. Nou ja, goed. Mooi om dat te horen. Nou, succes. Van een Bredaarse. Ja, nu Bredaarse, ja. Heel veel succes. En, dankjewel. Ja, ook met de voortgang. En dankjewel dat je hier te gast bij ons was. Graag gedaan. Oké, dankjewel. Onze tweede gast, we hebben de wethouder kunnen strikken, Harry Bakker, die zijn onderwerp is. Harry, het opinievoorstel, startnotitie, evaluatie, maatschappelijke accommodaties. Ik moet zelf spieken op mijn brieven. Mond vol. Ja. Wat is nou een maatschappelijke accommodatie? Een maatschappelijke accommodatie is eigenlijk iets wat door de gemeenschap wordt gebruikt, maar ook eigenlijk van de gemeente is. Dus dat is in tegenstelling tot bijvoorbeeld je eigen huis of een commerciële accommodatie, zoals een café. En dat moet in elke dorpskern. Eigenlijk, of we hebben er meer dan 100 eigenlijk. De kerkklokken hebben we. Dus ook. Alle gebouwtjes, duivenverenigingen, sportvelden. Als ze niet in de beheer van de sportvereniging zijn, zijn ze allemaal bij ons in beheer. Het zijn allemaal maatschappelijke accommodaties. En dan heb je dus nog een onderverdeling in algemene accommodaties. En we hebben natuurlijk ook nog in elke kern een buurthuis. Dat zijn dan de buurthuizen. En dat is de taak van de gemeente om te zorgen dat er verschillende gemeenschappelijke accommodaties zijn. Dat willen we graag, zeker in alle kernen. En voor die buurthuizen willen we graag in elke kern een mooi buurthuis wat aansprekend is. En wiens taak is het dan om dat draaiende te houden, als ik het zo mag uitdrukken? Ja, dat is een beetje aan het schuiven. Ik ken toevallig in Breda dat de buurthuizen door stichtingen worden beheerd. Wel door of namens de gemeente. Dus dat die gemeente eigenaar is, maar dat de stichting het hele beheer doet. Bij ons is het nog zo dat we voornamelijk, en dat is in de kadernota maatschappelijke accommodaties vastgelegd, dat we proberen ondernemers of mensen uit de samenleving te verleiden met een bijdrage om daar die maatschappelijke accommodaties en voornamelijk die buurthuizen te draaien. Dus de beruchte of de beroemde en de dankbare vrijwilligers, vrijwilligers waar we dankbaar voor zijn, die dat dan draaiende houden. Nou vrijwilligers, maar wel met een exploitant. Er komen natuurlijk ook veel verenigingen, maar de behoefte is wel vaak dat er één exploitant is, één aanspreekpunt. Okay. En dat betekent dus eigenlijk dat die exploitant verantwoordelijk is voor het hele gebeuren. Mm-hmm. De gemeente faciliteert vaak met groot onderhoud. Mm-hmm. Maar er kunnen afspraken gemaakt worden over wie het kleine onderhoud doet. Maar alle
bezetting, de uren, wie kan erin, wat zijn de tarieven en zo. Dat zit met name bij de exploitant. Ja. Behalve als daar echt sport of maatschappelijke activiteiten plaatsvinden, dan stelt de gemeente de tarieven vast. En hoe zit dat dan financieel? Want wat jij nou zegt is duidelijk, maar wie moet nou wat? Want als er vrijwilligers zijn, hè, dan moet je toch op een gegeven moment aan geld komen om met de vrijwilligers draaiende te blijven. Dat of zeg ik dat verkeerd? Nou, in principe is dat aan de exploitant. De exploitant kan vrijwilligers werven. Je kan een vrijwilligersbijdrage geven als exploitant. Mm. Als gemeente hebben wij we vragen soms een huur. En we vragen een exploitatie en we geven een exploitatievergoeding. En daar kan een balans in zitten van of dat matcht. Mm. Het is natuurlijk voor Maden makkelijker dan dorp Drimmelen. Mm. Om daar een boterham te verdienen als exploitant. Want ik heb en het heel gelezen. Vaak, dat is het complicerende, dat er ook vaak sportgelegenheden zijn. Maar dat er ook vaak scholen aanwezig zijn. Ja, dat is weer een basistaak van de gemeente. En dan doet de gemeente heel weer dat puzzel. Zeker vast de grote afdeling die zich er allemaal mee bezighoudt. Ja, allemaal op sociaal domein, maar financiën speelt ook een belangrijke rol. Ja. Maar ik las in het hele stuk bijvoorbeeld een vraag waar de gemeenteraad zich straks over moet buigen, hoe ze zich daar tegenover staan. Of het een commerciële of niet commerciële functie zou moeten houden. Paracommercieel heet dat dan. Ja. En dat betekent dus, kan je voor een kop koffie 3,50 vragen? Of hebben we liever een kopje koffie van 2,25? Dat is op een heel bazaal niveau. Maar het gaat er wel om, welke activiteiten wil je daar? Wil je daar een bibliotheek in, een sportfunctie, een inloopfunctie? Zou er iets extra's kunnen? Heel veel verenigingen willen ook aanvaardbare huren betalen. Mm. Maar die willen best een honk hebben. Ja. Dat ze kunnen recreëren, dansen, bij elkaar komen. Het gaat van alles. Maar nou natuurlijk nieuwsgierig naar wat praktische dingen. Kan je daar wat over zeggen? Ja, praktisch is natuurlijk vanavond de uitgangspunten voor de evaluatie. We hadden geen accommodatiebeleid. Dat is in 2019 opgesteld op basis van de situatie zoals die er toen lag. En de uitgangspunten van de raad probeert zoveel mogelijk lokaal en zo niet bij een grotere organisatie. Het zij als achtervang. En nu gaan we vanavond kijken hoe is dat gegaan. We hebben corona gehad. We hebben een hele hoge stijging van energielasten gehad. Dat is vaak de bottleneck. Ja. Maar ook van hoe kunnen we voldoende vrijwilligers vinden in relatie tot het verdienen van een boterham. Ja. En een functie die past bij de gemeenschap. En dat kan voor Terheide iets anders zijn dan Hoge Zwaluwe. Ja. En het gaat natuurlijk ook kijken van, gaat het niet ten koste van andere exploitanten? Ja, want er zijn er ook in de gemeente panden, accommodaties die ermee stoppen of die leeg staan. En kan je daar al een praktische volg of is dat moeilijk? Nou, de nadruk van de evaluatie nu is, maar er zijn een aantal die zijn gestopt vanwege leeftijd. Mm-hmm. En er moeten ook contracten verlengd worden. Mm-hmm. En dat hebben we wel kunnen matchen, maar opeens kwamen er wel 3 of 4 tegelijk. En dat betekent dus nu dat er animo. Ja, er is wel animo, maar de Amaral is gelukt, de Rietgors is gelukt, bijna, of op een haar na. Mm-hmm. En met de Zonzeel en met Plexat zijn we natuurlijk volop in gesprek. En de Koer is bezig met een contractverlenging. Dat is en al dan, heel wat. Ja, en de Benarders kennen jullie ook natuurlijk. Ja, natuurlijk. Ja, nee, maar dan is er al heel wat vooruitgang als ik dat zo... Ja, maar daar ben ik wel heel blij mee, maar het vervolgt dan nog. Want we hebben dan wel die contracten, maar dat is wat vanavond ook de Raad gaat zeggen. Bepaal nou die uitgangspunten voor het nieuwe beleid. En ga daar nou eens dieper op in en laat ons een paar keuzes maken. En daar zijn we heel benieuwd naar. Want inderdaad, want het is een voorstel om de meningen te doen. Want dan moet het nog het zijn bouwstenen voor het beleid dan. Het nieuwe beleid wat we gaan maken. En dat beleid, dat gaan jullie maken. Ja. En wordt het dan nog in de raad voorgelegd om af te tikken? Zeker. Okay. Dat komt allemaal terug. Maar het gaat bijvoorbeeld nu om, kunnen de energielasten, kunnen die bij de gemeente worden gelegd met een afrekening uiteraard? Of moeten die individuele zelf een energiecontract afsluiten, wat vaak duurder is. Dus we proberen daar wel voordelen te behalen voor de gemeenschap, voor de exploitant en ook voor de gemeente. Ja, nou, heel veel succes. Maar ik wens de gemeenteraad ook succes, want dat is natuurlijk best wel veel. En de bewoners, die kunnen daar ook nog wel of niet wat mee inspreken? Of... Nou, ik hoop dat de inwoners sowieso betrokken zijn. En we hopen natuurlijk ook dat er een... ik ben best wel hoopvol, maar het is wel een heel proces. Maar ik denk dat als verenigingen zich bijvoorbeeld achter een exploitant, als ze willen helpen of eventueel in goed contact dingen willen overnemen of willen luisteren, als wij een goede exploitant hebben, dan krijg je daar een wisselwerking en dan krijg je daar een goed draaiend dorpshuis. En dat vinden we alleen natuurlijk maar plezierig, dat mensen daar terecht kunnen en dat ze daar gezellig ontmoeten. Ja. Maar kan bij dit onderwerp ook een bewoner inspreken voor een vergadering? Is dat mogelijk? Ja, dat had vanavond ook gekund. Had vanavond ook. Voor de uitgangspunten, maar dat is iets meer aan de raad. Maar er komen straks natuurlijk voorbeelden. Alleen die exploitanten, dat zijn met name natuurlijk een aantal ondernemers.
En er zit natuurlijk ook wel een financieel plaatje aan dat we niet in de openbaarheid delen. Nee, want in principe, als ik jou goed begrijp, kan je altijd een aanvraag doen om in te spreken over een agendapunt. Ja, dat moet je bij de Griffie netjes aanmelden. En ja. Ik dacht dat er op dit onderwerp vanavond niet iemand was. Maar bij het eerste onderwerp vanavond zijn er 11. Ja, dus dat heb ik ook begrepen. En hoeveel tijd krijgen ze dan voor inspreken, weet je dat? 5 minuten in de eerste ronde en tweede ronde 2 minuten. Oh, dat is nog best wel veel. Dus als iemand dat zou willen... Kan je verhaal kwijt, wordt door iedereen gehoord. Ja. Wel even aanmelden bij de Griffie. Ja, aanmelden bij de Griffie. Ja, niet zomaar komen. En je kan het ook op schrift stellen dat nog een keer netjes beklijft. Zodat anderen het ook nog een keer na kunnen lezen. Want hier zit natuurlijk een gedeelte van de gemeenteraad met burgerleden. Mm-mm. Maar als je het via de Griffie verspreidt, dan komt het bij iedereen. Harry, dankjewel dat we jou hier te gast mochten hebben. Dat je je eigen beleidspunten want het is een hele klus. Nee, en ik hoop dat de inwoners gewoon naar onze accommodaties blijven komen. Of het nou sport is, of buurthuizen, of andere zaken. Extra oproep bij deze. Dankjewel. Benutzen. En de sterkte straks. Merci. Dankjewel. Dit was de laatste opinieronde voor de zomervakantie. De raad heeft nog 2 raadsvergaderingen tegemoet voordat ze zelf op zomerreces kunnen gaan. Omroep Drimmelen, dus Drimmelen Politiek, het programma, ziet u weer eind augustus. Ik wens u een hele fijne zomer. Kom gezond weer terug. En wat ik u nog wel mee wil geven, u kunt altijd live zelf aanwezig zijn bij elke vergadering van de gemeenteraad. Hier in de gemeentehuis in de raadzaal op de publieke tribune. Er is plek zat en u bent altijd welkom. En voor nu zeg ik, dag.